Zo is er dit weekend waterrand. 90 historische schepen zullen er te bezichtigen zijn. Het hele weekend liggen ze aan wal aan de oostkaai van het Kattendijkdok. De paradepaardjes zijn de Rogge, de Vrouwe Nele en de Marjorie, de enige varende driemaster onder Belgische vlag. En die laatste twee varen zaterdag ook mee met de maritieme parade. Voor de kapitein zal dat een speciaal moment worden. Ik ben zelf hier opgegroeid in Antwerpen, op het eilandje. Een beetje uit, ja, toch wel homesickness dat ik met de enigste varende driemaster in België mee kan doen met deze event. Vorig jaar heb ik het moeten missen en dit jaar vind ik het toch wel, ja, een eer om mee te mogen doen. Op zaterdag heb je dus de parade, die begint om 16:45 en 's avonds het klank- en lichtspectakel aan het MAS. Zondag is er dan de havendag. Daar kan je een uniek bezoek brengen aan de bouwwerf van de deurgang Doksluis. Voor wie zaterdag liever thuis blijft, het klank- en lichtspectakel kan je live volgen op ATV vanaf 21:00 'S avonds.